Volgende verhaal is van Bas. Die geeft een algemene introductie over continu inzicht. Bas, mag ik jou... Ja, dankjewel. Bas Kolen van HKV. Wij zijn ooit binnen het Europese programma Brigade begonnen met continu inzicht. Als een soort innovatie om kennis van het beoordelen en het ontwerpen, waar we heel veel onderzoek hebben gedaan, om dat eigenlijk samen te brengen met de beheerkennis. Omdat in onze optiek, als je die twee samenbrengt, en die mannetjes hebben elkaar nu gevonden, of vrouwtjes, dat we dan daadwerkelijk beter kunnen begrijpen hoe onze keringen en onze risico's in elkaar zitten. En daarvoor, dat leidt dan tot data, schematisaties, hè? Hoe zitten de waterkeringen in elkaar? Dat kunnen we verrijken met kennis, met rekenregels, modellen, maar ook de beheerder zelf. Die twee confronteren we met elkaar en dat leidt uiteindelijk dus tot de informatie op basis waarvan we continu kunnen handelen en waarmee we eigenlijk iedere dag kunnen zeggen, zo zit de kering in elkaar en op basis van deze informatie maken we daarom deze en deze keuzes. En wij doen dat vanuit het risico-optiek. Hè? Dus we proberen vanuit de risicogedachte dat vorm te geven. Nou, wat heb je dan? We hebben een actueel beeld van faalkansen. Dus gegeven waterstandsverwachtingen of gegeven extreme belastingen. En zien we wat de faalkansen nu, morgen en overmorgen zijn. Dus waar zouden we wat kunnen verwachten? En op die manier hebben we ook een actueel beeld van de risico's. Dus we zien waar de gevaren groter zijn en waar de gevaren kleiner zijn. En we hebben ook een beeld van de afstand tot de norm. Hè? Dus wat zouden we moeten doen als wij tot de normsituatie de veiligheid willen borgen? En op basis daarvan kunnen we gaan handelen. We kunnen keuzes maken tijdens een hoogwater of tijdens een droogte van waar gaan wij inspecteren. Hoe gaan wij adviseren richting de veiligheidsregio. Maar we kunnen ook, wat wij noemen, slimmere jaarplannen maken om te kijken van hoe kunnen we binnen beschikbare budget efficiënter inspecteren. Moeten we op plekken beter opletten dan andere plekken? En hoe gaan we om met vergunningen? Misschien mag er ergens wel wat meer en ergens wat minder. He, dat kun je daar dan mee. Uiteraard is de vraag, hoe gaan we dat dan in de praktijk regelen? Maar goed, daarvoor zitten we natuurlijk hier ook met elkaar. En waar levert dat de meerwaardes? Nou, wat noemen wij dan data? Data, dat zijn waterstandsverwachtingen of hydraulische belastingen. Dat zijn overstromingsscenario's, dat zijn schematisaties van waterkeringen. Maar data zijn ook meldingen, inspectieresultaten uit het veld. Hè? De zwakke plekken die je ziet. En die data, die confronteer je met kennis. Kennis op basis van rekenregels, of het maar even zo te noemen. Hè? Dus de hele wereld van het beoordelen van waterkeringen met ingewikkelde modellen. Of met mooie modellen, vind ik eerlijk gezegd ook. Met bewezen sterkte, hè, waarin we toch proberen op basis van gegevens om te kijken of die veiligheid aantoonbaar is. Maar er is ook nog een ander model en dat is de beheerder, die natuurlijk heel veel kennis heeft omdat hij de dijk tot in de treuren kent. En iedere dag loopt hij over de dijk, die ziet hoe die dijk reageert op allerlei belastingen. Maar waar die beide modellen last van hebben, is dat ze die extreme situaties, waarin het toch spannend wordt hoe te gaan handelen, eigenlijk nooit meegemaakt hebben, maar die moeten het wel met elkaar doen. En in onze optiek, door die twee te confronteren en elkaar te laten verrijken, en dat kan dus leiden tot bijstellingen van informatie, of dat kan leiden tot, tot bijstellen van data of rekenregels, krijgen we steeds beter grip op die faalkansen en op de risico's, zodat we daar dagelijks ook mee kunnen gaan handelen. En dat noemen we dan het beheerdersoordeel, waar die twee samenkomen. En wat jullie hier zien is een technisch plaatje uit een viewer die dan voor iedere case is gemaakt. Dat is eigenlijk om het verhaal te illustreren. Dus we hebben een kaart waarop je gewoon de zwakke plekken van de dijk ziet. En dit is een fragility curve. Die kun je opstellen op basis van rekenregels, maar ook op basis van expert judgment, wat we meer bij Rijn en IJssel hebben gedaan. En je kan hem zelfs koppelen aan grondwaterstanden of aan neerslagtekorten. Een neerslagtekort is gedaan in de case bij Delfland voor droogte en grondwaterstanden voor kanaaldijken bij Rijkswaterstaat. Maar daarover dadelijk veel meer. Als we dan die data en die kennis hebben, dan kunnen we uiteindelijk de resultaten gaan benoemen. En dat zijn dus de faalkansen en de risico's waarop we daadwerkelijk gaan handelen. Wat jullie hier zien zijn enkele voorbeelden, dus de resultaten, dus de conditionele faalkans vandaag, morgen, wat gaat er gebeuren,
wat zijn de risico's in het gebied? Waar is het risico hoog en waar is het risico laag? Uit te drukken op allerlei manieren. Op basis daarvan kun je ook gaan prioriteren. Waar ga je maatregelen nemen? Als je de faalkans wil reduceren in een dijkring, ga je misschien wel andere maatregelen nemen dan als je het risico wil reduceren. Omdat dat leidt tot een andere optimalisatie. En je kan de inspecties beter gaan vormgeven, waarin je niet gebruik maakt van verwachtingen, maar op basis van de afstand tot de norm. Dus wat moeten we doen om aan de norm te voldoen? En waar mogen we dan eigenlijk het onderhoud wat losser laten en waar moeten we intensiever aan de gang gaan? En dat is bij Hollands Noorderkwartier gedaan. En op basis daarvan kunnen we dus keuzes maken voor de inzet van onze middelen en mensen gedurende de hele dag. Nou, wat daarbij belangrijk is, is het beheerdersoordeel. Want willen wij werken vanuit die informatie, zullen we daar ook vertrouwen in moeten hebben. En in onze optiek zijn we natuurlijk continu bezig met het verbeteren van die informatie en het verbeteren van die kennis. Maar zijn er eigenlijk twee belangrijke momenten waarop we dat beheerdersoordeel doen. Dat is ieder jaar. En dan leidt het tot een set aan gegevens waarover we het eens zijn, waarin de resultaten van inspecties, van meldingen, maar ook van onderzoek, van nieuwe kennis, van versterken worden verwerkt in een nieuwe set basisgegevens. Oh, kijk eens wat mooi. En data. Waarmee we dan, als er een hoogwater aan de hand is, zo goed mogelijk uitspraken kunnen doen. Tijdens een crisis zullen we in veel snellere vorm ook dat beheerdersoordeel vormen. Er is een hoogwater, de dijk reageert op een bepaalde manier. We hebben meldingen uit het systeem. Dat matcht misschien niet helemaal. Maar toch zullen we daarover moeten adviseren. En ook dan zullen we de uitkomsten van de inschattingen die de modellen geven, als het ware, overroelen of bijstellen. En dat leidt tot de informatie op basis waarvan we handelen. Dus ook tijdens de crisis is er een soort beheerdersoordeel. En daarvoor hebben we ook een aanzet gedaan tot wat procedures, hoe we dat vorm kunnen geven, gebruikmakend van allerlei kennis en faalpaden en bewezen sterkte. Die hele systematiek die ik net schetst, die is toegepast in 6 cases. Die cases worden dadelijk gepitcht. Henk heeft ze al geïntroduceerd. En er is gestreefd om, dat zijn allemaal verschillende toepassingen, dat al die toepassingen wel vanuit dezelfde filosofie, dezelfde architectuur werken. En ook op dezelfde manier de resultaten presenteren. Zodat we ook daadwerkelijk daarmee al die werkprocessen die erachter zitten met elkaar gaan verbinden. En dat we al die kennis van waterkeringen dus dagelijks kunnen gaan benutten. Dat is denk ik in vogelvlucht de introductie van continu inzicht. Omwille van de tijd wil ik voorstellen. Precies 3 minuten, Bas trouwens, maar hartstikke goed gedaan.